leren zelfverdediging, Werelddiabetesdag en onze eigen Nicole doet mee aan Suriname. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Het is belangrijk voor kinderen om zichzelf te kunnen verdedigen. Dat vindt Combat Readiness Suriname. Zij organiseerden daarom een Krav Maga training voor kinderen gisteren in het Klevia Park. Deze groep kinderen doen mee met de training. Ze leren allerlei manieren om zichzelf te beschermen. Wat is ook niet fijn als je een map krijgt van je teamgenoot. Hallo! Ik vind dit leuk om te doen. Ja. En ook wat ik heb vandaag gedaan is push-ups en vechten en punchen. En ik vind ook kicken leuk. Al deze dingen horen bij Krav Maga. Krav Maga is een lifestyle waarbij je je veiligheid ten alle tijden nastreeft. Het is de kunst om jezelf te kunnen verdedigen in gevaarlijke situaties. Wat we nu gaan oefenen is hoe jullie reactie gaat zijn als iets jullie overkomt. Maar ik ga nog niet zeggen wat jullie gaat overkomen. Luisteren. Wat doe je dan? Als iemand je kidnapt, moet je altijd iets proberen te doen en schreeuwen voor help. Ja, precies. Help me, laat me! Volgens de organisatie is het dus voor kinderen heel belangrijk om jezelf te kunnen verdedigen. Je weet nooit wanneer je op welk moment je in een gevaarlijke situatie komt. Ik denk dat het daarvoor heel belangrijk is dat iedereen een bepaalde mate heeft van kennis over zelfverdediging. Het is geen sport. In sport heb je regels waar je mensen niet mag raken of niet mag kwetsen of niet pijn mag doen. In dit geval zetten we al die regels aan de kant. De enige regel is dat je jezelf zo snel mogelijk uit een gevaarlijke situatie haalt. Daarom leren we dat. Het is extra belangrijk voor wat wij noemen de zwakkere doelgroep, dat zijn de vrouwen en de kinderen. Mannen worden vaak gezien als sterk en die kunnen zichzelf verdedigen. Maar dat is ook niet eens helemaal realistisch, want ook mannen kunnen overvallen of mishandeld of geboelied worden. En dan vooral ook kinderen, zeg maar. En daarom vinden we het echt belangrijk om deze kennis over te dragen. Na hard trainen hebben de kinderen en instructeurs de dag afgesloten met een stoere groepsfoto. 1, 2, 3. Het is vandaag Werelddiabetesdag. Bij diabetes, meer bekend als suikerziekte, hebben mensen niet de juiste hoeveelheid suiker in het bloed. En dat is niet goed voor het lichaam. Tijdens Werelddiabetesdag willen organisaties aandacht vragen voor de ziekte, want steeds meer mensen hebben er last van. So now more than ever, we need to raise awareness and education on diabetes. Bij mensen met diabetes wordt het suiker dat in hun lichaam komt niet goed afgebroken. Normaal gebeurt dat met insuline, maar bij mensen met diabetes wordt die stof niet of onvoldoende aangemaakt of het lichaam reageert er niet op. Daardoor zijn mensen vaker moe, hebben ze veel kans op andere ziektes en je kunt er zelfs aan overlijden. Je hebt twee types diabetes, één waarmee je wordt geboren, daar kan je dus niks aan doen, en één die je op latere leeftijd krijgt. Vooral over dat tweede type maken artsen zich zorgen. We're all too aware that diabetes is a growing public health problem and that worldwide the number of diabetes people with diabetes is projected to quadruple and expected to reach to 500 million people by 2030, calling attention to the urgent need to really scale up interventions such as education, prevention and control and primary care services. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO heeft een rapport uitgebracht waarin staat geschreven dat steeds meer jongeren te zwaar zijn. Dat kan komen doordat ze ongezond eten, bijvoorbeeld veel producten waar veel suiker en vet in zit. Ook weinig bewegen kan een oorzaak zijn. Als mensen een ongezonde levensstijl hebben, lopen ze meer risico om diabetes type 2 te krijgen. Gelukkig kun je het ook voorkomen. Dat kan door te letten op het eten van gezonde voeding
en regelmatig te bewegen. In this regard, we want to urge governments to make better use of the PAHO Strategic Fund, which offers high-quality diabetes medications at optimal prices, regardless of the purchase size. Na meer dan een week wachten, zijn alle stemmen van de midtermverkiezingen in de Verenigde Staten geteld. Het was spannend, omdat de politici die zijn gekozen veel bepalen voor de komende jaren. I'm not surprised by the turnout. I'm incredibly pleased by the turnout. De Amerikanen zijn vorige week naar de stembussen gegaan. Deze keer niet voor een nieuwe president, maar voor de midtermverkiezingen. En die verkiezingen pakten goed uit voor de partij van Joe Biden, de president van het land. Tijdens de midtermverkiezingen kiest Amerika nieuwe leden voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De personen die erin zitten kunnen plannen van de president goed of afkeuren. Na een week vol spanningen zijn alle stemmen voor de Senaat geteld. De partij van president Biden heeft de meerderheid behaald en dat betekent dat hij de komende 2 jaar veel van zijn plannen kan uitvoeren. I feel good. I'm looking forward to the next couple years. De stemmen in het Huis van Afgevaardigden zijn nog niet allemaal geteld. Verwacht wordt dat daar de Republikeinen, de partij van oud-president Donald Trump, winnen. Niet alleen in Amerika worden de verkiezingen bekeken. In veel landen volgen mensen het nieuws in de Verenigde Staten. Dit komt onder andere omdat de Amerikaanse economie veel invloed heeft. Bijvoorbeeld doordat de US-dollar in veel landen wordt gebruikt, zoals ook in Suriname. Surinames meest populaire muziekwedstrijd voor componisten, Suripop, is begonnen. In de finale zijn er 14 componisten met 12 nummers en vandaag hebben wij het over het lied van Nicole McIntosh, die je vast kent van het Jeugdjournaal. De componist van Itaewon Lacy is geen onbekende voor Suripop-fans. En ze heeft eerder 1 keer meegeholpen een lied voor Suripop te schrijven. Het lied dat ze voor de 21ste editie van de muziekwedstrijd heeft geschreven, is gericht aan haar moeder. Maar volgens Nicole is het voor iedereen die iemand mist. Ik heb dit liedje geschreven voor een dierbare die ik heb kwijtgeraakt, namelijk mijn wijle moeder. En ik heb het zo dusdanig geschreven dat ik elk hart kan raken. Iemand die iemand mist. Ik denk dat iedereen iemand mist. Of iedereen iemand een dierbare heeft kwijtgeraakt. Itaewon Lacy. Itaewon Lacy. Je hoort het al. Nog 1 keer. Nog 1 laatste keer. Kan ik je nog 1 dag zien. Nog spreken. Maar dat kan niet meer. Dus dat is het verhaal erachter. Is die Itaewon Lacy eigenlijk meer een wens? Ja, het is een wens. Het arrangement, ook bekend als de beat, is door David Panza gemaakt. Het lied wordt gezongen door Joel Pinas. Nicole komt zelf in de muziekvideoclip voor en zegt dat de beelden maken het allemaal nog gevoeliger heeft gemaakt. Het was best wel een zwaar traject, zwaar emotioneel. Zodat u me beter begrijpt als het gaat om de beelden die we moesten schieten. Alles komt weer terug en je moet het een plek geven en ik heb besloten om het vanavond een plek te geven. De finale van de 21ste editie van Suripop zal op 3 december plaatsvinden in de Anthony Nesty Sporthal. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.